kilometer nog tot het startpunt. En de start is gevallen. Ging in ieder geval met een galoppade voor Zidane. Zidane is gelijk een heel eind achterop geraakt en Ciso Buitenzorg heeft de leiding. Ciso Buitenzorg op de tweede plaats Sabatini Transer, daarachter Zoon van Min aan de reling. De eerste paard aan de buitenkant Zoran Lobel en daarachter volgt Zorbar Olderson. Daarachter aan de reling Zazel Butcher en laatste Zero Sugar. En op een meter of 50 achter het veld, 60 meter misschien ook wel, Zidane. Die moet nog hard lopen als hij zich wil kwalificeren voor de finale. Dat zou nog kunnen, maar winnen wordt heel lastig. Want aan de buitenzijde komt nu onmiddellijk een aanval van Zoran Lobel. En die neemt de leiding over en gaat tempo maken. Zoran Lobel trekt er behoorlijk aan en gaat een anderhalve lengte voorsprong pakken op Ziso Buitenzorg. Daarachter op de derde plaats gaat heel makkelijk mee aan de relingzijde Sabatini Transer. En de opening was 1-16-3. Het verschil van 60 meter tussen Zidane en het peloton is nu nog maar 30 meter. En dus gaat hij heel hard, de Vos van Hugo Langeweg. Maar ze zijn alweer in de linkerbocht. Zoran Lobel aan de leiding. Ziso Buitenzorg tweede. Derde plaats daarachter is aan de relingzijde nog altijd voor Sabatini Transer. Eerste paard aan de buitenkant Zorba Olderson. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Zoon van Minne. Dan Zazu Butcher Zero Sugar. En wie sluit daaraan heeft 60 meter goed gemaakt? Zidane. Zidane ligt er alweer bij. Heeft hard gelopen. En de tweede tussentijd komt er zo aan. 16-3. Was de opening. Daar komt de tweede tussentijd. 19-8 eerste kilometer in 1:18-9. Paard in de laatste ronde. Zoran Lobel. Ziso Buitenzorg. Zorba Olderson aan de buitenkant komt steeds dichterbij. Daarachter aan de relingzijde ligt dan nog altijd Sabatini Transer voor Zero Sugar en Outsider. En daarachter aan de relingzijde Zoon van Minne. Dan Zidane die meegaat in het tweede spoor. En laatste is nu Zazu Butcher. Zo gaan de paarden de rechterbocht door en Zoran Lobel leidt nog altijd. Loopt hier in ieder geval de beste koers dit seizoen. Op de tweede plaats daarachter Ciso Buitenzorg. Zorba Olderson komt steeds dichterbij. Daarachter gaat in het tweede spoor mee Zero Sugar. En daarachter aan de relingzijde sterk gehouden Sabatini Transer. Dan Zidane en daarachter aan de relingzijde Zoon van Minne. En daar gaat hij van de benen. Zero Sugar. Zero Sugar sprong uitgeschakeld weg. nummer 6, galop. Vlak voor Zidane en daar ligt nu een kopgroepje van 6 paarden dicht bij elkaar. Die gaan normaal gesproken alle 6 naar de finale. En dus zit Zidane daar ook bij als we halverwege de laatste bocht zijn. En het hele veld in elkaar schuift. En het komt onder druk. Zoran Lobel van Zorba Olderson. Daar gaat nu ook naar het vierde spoor inmiddels Zidane. En Zidane gaat nog proberen om de koers te winnen. Dat is wat. Start missen. 60 meter achter liggen. En dan de aanval nog even openen. Maar daar wacht Zorba Olderson niet op. Zorba Olderson demareert. Loopt weg. Zorba Olderson heeft de overwinning voor het grijpen. En pakt hem ook. Zorba Olderson wint. Tweede plaats voor Sabatini Transer. En derde wordt Zidane. Dat is eigenlijk de prestatie van de avond. Usance, maar we kunnen weer met trots melden dat deze Zorba Olderson destijds afgeslagen werd op de Toekomst PSL. En daar bent u uiteraard aanstaande zaterdag van harte welkom voor een spectaculaire veiling. De eerste in het seizoen, want Unitrot op 1 en 15 oktober zullen volgen. En we weten het allemaal, bij Unitrot daar staat ook de ene topper naar de andere op. Kortom, u kunt toeslaan en in de toekomst gaan scoren hier op Victoria Park. Zoals nu ook Zorba Olderson dat deed met Rob de Vlieger. Die we hier in de bloemetjes gaan zetten en daarna eens even rustig met hem bijpraten. Terwijl Rob zijn zoon even meldt dat hij in beeld is. Ik kan me nog herinneren dat Langeweg Junior zichzelf een keer in beeld zag op Vincent. Toen begon hij ook te lachen, maar hij had het niet helemaal door, Rob. Rob, de koers, ik geloof dat het geluk brengt in die studio komen. Van Ooyewon, Kruis won en nu jij. Ja, hij is ook al zei, ik vond Zidane mijn kwaadste tegenstander. Ja. En ik keek opzij achter de auto, zag ik die wegspringen. Dat werd het een stuk makkelijker. En ik wou niet aan de binnenkant zitten. Dat doe je niet als je op dat moment de favoriet dan bent. En hij heeft genoeg kracht om het zelf af te maken. Hij blijft ook rustig in het tweede spoor. Het is niet zo dat hij energie verspeelt of per se naar voren wil. Hij gaat zo hard ik wil. En als ik een beetje naar voren kom, dan... Hij wordt steeds enthousiaster dan. Wist je dat hij dat kon? Want ik maakte me een beetje zorgen over het koersverloop. Maar ja, de eerste 6 zal wel haalbaar zijn, maar zo weglopen. Hij is beter van de rug af, maar ik wou geen risico nemen om ergens achter te gaan zitten en dan later denken van, had ik maar. Ja. Ik wil je niet ongerust maken, maar Zidane werd nog 3. Zidane werd nog 3, nou ja. Dat is het was super gelopen, nou die fout. Die heeft een wereldkoers gelopen, maar ja. Ik denk toch dat je een van de topfavorieten hebt straks voor de finale. Dan moet hij niet zo'n voorloop krijgen, denk ik. Nee, maar dat wordt sowieso een iets vollere koers. En de beste 5, of neem ik aan, of 6 uit beide series. Ja. Dus dat wordt een mooie koers. En ieder gaat voor zijn eigen kansen rijden. En dan krijg je een hele andere koers dan vandaag. Dus, een koers om ons op te verheugen, denk ik.
Nou, ik in ieder geval wel. Ja, nou, mooi erop. Gaan zo dadelijk nog even genieten met actie in je volgende start. Die moet misschien ook wel een kansje hebben. Was zesde in de derby. Was daarmee eigenlijk de best presterende van het hele veld. Maar actie gaat het straks niet cadeau krijgen. Dat horen we zo dadelijk van Rob de Vlieger. Want we hebben hem nog een keer geïnterviewd. Eerst over Zorba Oldersson. Toen gaf hij het aan. Het gaat tussen Zorba en Zidane. Hij had daar eigenlijk wel een beetje gelijk in. Want Zidane liep natuurlijk een juweel van een koers. Maar doet niets af aan de fantastische winnaar. Alles buitenom. Maar ja, daarvoor is het ook een zoon van Love You. Franse onverzettelijkheid. U kunt in de handen, dames en heren, voor Zorba Oldersson. Hij was peperduur op de veiling. Maar het was goed gezien door Michel de Bruin namens Merwe Staalmoerdijk BV. Rob de Vlieger in de sulky.